Er is geen tijd om te rouwen. Er is geen tijd om te vieren. Er is geen tijd. En dus stapel je maar op in je rugzakje. Totdat dat rugzakje natuurlijk gewoon zorgt dat je omver valt, omdat het te zwaar geworden is. En dat gaat eigenlijk al van kleins af. Als wij, ik kom uit de generatie dat er geen alternatieven waren voor de klassieke rituelen. Met als gevolg dat klassieke rituelen niet werden uitgevoerd, maar dat er ook geen alternatief was. Dus werd het moment eigenlijk gewoon overgeslaan. Er werd wel gevierd, dus het laatste onderdeeltje van het ritueel werd wel nog uitgevoerd. Er waren cadeautjes en er was eten en er was feest. Maar de betekenisgeving daarvan was compleet weg. En dat is natuurlijk de waarde van zo'n ritueel, is dat het een moment laat zijn in zijn volle betekenis. En dus mensen doet groeien. Je groeit maar als je er kan betekenis aan geven en als het zin heeft gehad. Wat dat financieel betekent, is iets anders natuurlijk. Want dat is deel van mijn onderzoek geweest. Wat is de waarde van het ritueel? Dus als mensen mij vroegen, wat moet ik jou betalen? Dan zei ik, wat is het je waard? Gewoon om te weten, tot wat leidt dat nu? Ja, toen bleek toch in de eerste 2 jaar dat het allemaal niet zoveel waard was voor mensen. Terwijl er een enorme dankbaarheid was, een enorme... Ja, fantastisch. En aan iedereen vertellen. En je moet dat doen. En dat heeft mij zoveel geholpen. En dat is zo waardevol. Tot daar dan natuurlijk de economische waarde tegenover komt te staan. En dan blijkt dat toch heel moeilijk te zijn. En dan voel je dat die feesten, als het gaat over een lentefeest of een communiefeest, waarbij mensen dus kiezen voor de prachtige witgestreken tafellakens en de beste catering en het springkasteel van 200 euro, dat dan dus gewoon hetgeen waar dat hele feest eigenlijk om draait, namelijk de betekenisgeving van dat moment, dat dan daar geen waarde kan aangegeven worden als het gaat over monetaire waarde. Dus ik ben bezig met iets wat moeilijk om te zetten is in een financieel model.